snel naar binnen gegaan. Maar ja, ook niks kunnen vinden. Dus ik heb geen idee waar ze het gelaten hebben. Dus Melissa heeft jou eigenlijk gewoon genaaid. Nou ja, zij heeft inderdaad letterlijk mij genaaid in de zin van, zij heeft mijn gunparts gepakt. En ja, die heb jij blijkbaar nu in je bezit. Ja, die heb ik nu dus in mijn bezit inderdaad, ja klopt. Ja, dat zijn dus mijn gunparts, die jij dus hebt. Die zijn dus niet van Melissa, want Melissa heeft geen ene fuck gedaan. Dan alleen maar, ja, ze heeft mij geprobeerd in de gevangenis te krijgen. Ze heeft me geprobeerd van een gebouw af te slaan. En noem het maar op. En vervolgens heeft ze me op een ja, hele slechte manier eigenlijk bestolen van die dingen. En krijg ik een fake gun. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mytopia. We hebben natuurlijk allemaal de vorige keer gezien hoe ik ja toch twee een soort van privégevangenis heb bekeken waar ik uiteindelijk ja Melissa in wil gaan opsluiten, wat mij verstandig lijkt. Alleen ja, het probleem is wel, ik heb nog steeds geen Melissa. Heb jij natuurlijk er vandaag zin in, klik lekker dat duimpje omhoog aan. Ben je nieuw, abonneer, welkom. Dus ja, wat ik zeg, ik heb geen Melissa. Mijn plan is om nu richting de Kaap te gaan. En vanuit de Kaap dus naar de city te gaan, om dan in ieder geval met de gang in gesprek te gaan. Om te zeggen van luister, we moeten haar vinden, hoe dan ook, en weet ik het allemaal. Dat lijkt me in ieder geval verstandig om te gaan doen. Dus ik ga nu ook gewoon lekker die kant op. En dan ja, hoop ik op zijn... Wauw, of course, daar heb je er. Daar heb je er. Melissa, hallo, nee, ik... Melissa, wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Ik? Jij, waar was je? Waar was je? Laten we dit eventjes... ik kom even maar naar dit huis toe dan. Ik heb hier ook nog wel een huis. Nou, niet weglopen, hè? Nee. Mijn rare gedrag heel tijd van je. Raar? Moet je horen wie het zegt. Jij was nergens. Ik was nergens. Nou, hup naar binnen. Dit voor jou? Dit is van mij. Het staat hier niet. Moet je de ploppapieren zien? Naar binnen, hup. Zo rustig. Ja, nee, niet rustig. Niks rustig. Wat is er? Ja, niks. Ik heb het nog nooit gezien. Nou, ga gewoon lekker ergens zitten. Hallo. Ja, rustig, ik moet het eerst even allemaal bekijken. Hoezo moet je nou weer in godsnaam mijn huis bekijken? Ja, wie weet wat jij hier allemaal hebt. Nee, oké. Okay. Ja, heb je het gezien? Ja, bijna. Oh mijn god. Nee, ik kan bij je andere eend. Nee, die blijft gewoon hier. Sorry hoor. Ik wist niet dat je boos werd. Ja, zeker word ik boos. Wat een gedrag van jou. Van mij? Ja, van jou ja. Nou, waarom? Volgens mij hadden we afgesproken, hier in Mytopia, we gaan naar de city toe. We meeten daar weer en we gaan daarna op zoek naar de gunparts. Ik ben in de city. Geen Melissa. In de city? Waar? Nou, mag jij me vertellen waar jij was? Want ik heb de hele tijd om het hoekje gestaan. Bij dat plot van die mensen. Maar geen Duffy. Ik ben gewoon bij mijn huis de hele tijd geweest. Ik heb daar rondgekeken. Ik ben letterlijk met een helikopter geland. Dus dat moet je ook hebben gehoord. Ja? En jij zegt dat je er bent geweest. Geloof je het zelf? Je woont er tegenover. Ja, en jij was er niet. Ik was er wel. Jij was er wel. Nou goed, ik weet inmiddels denk ik genoeg erover wat dat betreft. Maar jij was er dus gewoon niet. Je liep gewoon weer te liegen tegen mij. Nee, ik was er wel. Ik ben eerst naar dat plot gegaan. Die heb ik helemaal doorzocht. Nou, dat was zo, je bent bij de Hoe bedoel je, je bent bij dat plot geweest, je hebt dingen doorzocht? Ja, nou, die tegenover jou. Oh, jij bent op zoek gegaan naar de gunparts, bedoel je? Ja, tuurlijk. Oh. Jij zou me toch helpen? Ja, ja nee, klopt. Ergens. Oh, maar vertel, je bent op zoek gegaan dus naar de gunparts. Ja, nou, die lagen daar dus niet. Oh. Toen dacht ik van, nou ja, moet ik nou op jou wachten of moet ik nou niet op jou gaan wachten? Nou, ik had al uren gewacht. Ik denk, mm-hmm. Ja, laat maar, ik ga zelf wel. Nou, toen ben ik naar de Black City gegaan. Oh. En natuurlijk waren ze er. Dus daar heb ik ook nog even moeten wachten. Nou, Hoe waren ze? Ja, ze waren gewoon in het huis. Oh, ze waren in het huis. Oké, okay, en toen? Ja. Nou ja, en toen heb ik gewacht totdat ze weggingen. Ben ik snel naar binnen gegaan. Maar ja, ook niks kunnen vinden. Dus ik heb geen idee waar ze het gelaten hebben. Dus Melissa heeft jou eigenlijk gewoon genaaid. Nou ja, zij heeft inderdaad letterlijk mij genaaid in de zin van, zij heeft mijn gunparts gepakt. En ja, die heb jij blijkbaar nu in je bezit. Ja, die heb ik nu dus in mijn bezit inderdaad, ja klopt. Ja, dat zijn dus mijn gunparts, die jij dus hebt. Die zijn dus niet van Melissa, want Melissa heeft geen ene fuck gedaan. Dan alleen maar, ja, ze heeft mij geprobeerd in de gevangenis te krijgen. Ze heeft me geprobeerd van een gebouw af te slaan. En noem het maar op. En vervolgens heeft ze me op een ja, hele slechte manier eigenlijk bestolen van die dingen. En krijg ik een fake gun. Oké. Nee, je bent dus... Ja. Oké, nee, ja goed, ik denk... Hey, je houdt je niet aan je woord wat dat betreft. Je bent weer gewoon... Hè?
Maar wat aan het doen waar je zin in hebt, dan weet ik het allemaal. Maar je hebt dus gekeken voor de gunparts. Ja, ik heb mijn leven gewaagd om daar naar binnen te gaan. Jij staat wel achter mij, maar ja. Nee hoor, helemaal nergens te vinden. Moet je nagaan, je hebt gewoon aan je woord gehouden, joh. Ja, wat denk jij? Maar waarom heb jij überhaupt bij die gang gekeken voor de gunparts? Want je hebt dus die gunparts van mij gestolen. En toen daarna, wat heb je daar eigenlijk mee gedaan? Want je bent dus bij die gang geweest, maar waarom? Maar je hebt me dat nooit verteld. Nee, om ze in te leveren. Ik moest toch een gun hebben? Aha. Ja. Dus jij moest een gun hebben, dus heb je mijn gunparts dat ik ingeleverd bij de gang? Ja. Oké. En toen? Wat hebben ze toen gezegd? Wat hebben ze toen gedaan? Ja, waren ze blij mee of zo? Wat? Nee. Ze willen meer en meer en meer. Oh, ze willen meer en meer. Nog meer nodig. Nou, dan hebben ze nog wat over mij gezegd dan. Want ik moet natuurlijk ook een gun inleveren. Ja, waar jij was. Oh. Ja. Ze konden jou ook niet vinden. Ze konden me helemaal niet eens vinden? Nee. Oh, dus ik was zo goed verstopt, zeg maar. Ja. Vraag me af waar je verstopt zat. Niet in je huis in ieder geval. Oké, nou goed. Lekker dan zo'n gang natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk niet fijn. Nee. Dus ik denk dat we maar behoorlijk moeten oppassen. Ja, we moeten oppassen. Wij samen. Niet ja? één, maar... Oh, oké. Nou ja, ze waren nog steeds op zoek naar jou, omdat jij nog steeds je opdracht moet voltooien. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, nee, ik zit hier inderdaad nu met dit ding. Nou, geef je die toch aan hun? Dit dat is hier, alsjeblieft. Alsof zij niet zien dat het een plastic kutpistooltje is. Nee, zie ze niet. Van veraf zie je het niet. Nee, maar van veraf niet, maar als je met je handen hebt, dan voel je het wel. Ja. Maar ja. Dat moet je gewoon niet zeggen. Je moet gewoon hier, alsjeblieft, en dan loop je weer weg. Nee, dit lijkt me... Dat is wat ik deed. Kijk, weet je zegt van, hè, waar was ik nou en weet ik wat allemaal. Kijk, ik heb in de tussentijd ook natuurlijk gewoon... Want laat ik zo zeggen, jij zegt wat je er was. Ik heb je er totaal niet gezien. Ja, ik heb mijn eigen onderzoekje wat dat betreft gedaan. Ik heb daar gekeken, geen Melissa, oké. En dan kan je hondje zeggen van wel, dat zou jouw woord tegen de mijne zijn. So freaking be it. Kijk, ik heb in de tussentijd gewoon wat andere dingetjes ook maar gedaan. En nou is het zo dat... Ik heb een plek gevonden. Het ziet er een beetje verlaten uit. Maar er is een soort van zeecontainer. Waar allemaal gunparts in zitten. Oh, waar? Ja, het is, ja dat zeg ik. Het is een beetje een verlaten plek. Maar dit is dus zeg maar een soort van zeecontainer met een bak erin, zeg maar. En in die bak ligt echt alles door elkaar. Van die M16's tot aan Glocks. Alles zit door elkaar daar. Ik weet niet of het bruikbaar is wat ik allemaal. Maar dat zou natuurlijk wel handig kunnen zijn. Moeten we daar naartoe? Dat is inderdaad een optie. Om natuurlijk wel voor gunparts te regelen. Maar goed, hoe weet ik dat ik jou kan vertrouwen? Want de vorige keer hè, ben je ook in één keer vandoor gegaan. Jij mij, ik jou, zal je bedoelen. Jij zou meegaan. Ik was er. Jij was er niet. Oké, dan was ik er niet volgens jou. Ik was er wel volgens mij. Ja, nou dat dus. Oké, maar goed, ja, nou ja, goed, we kunnen heb je überhaupt iets van wapens of zo? Nee, ik heb niks bij me. Maar je hebt het wel? Nee, ook niet. Je hebt het niet? Het enige wat ik nog had was waren die wapenparts die nu ook weg zijn. Hmm. Ja, want ik ben daar natuurlijk niet blij mee. Ik heb daar moeite voor gedaan en jij hebt me gewoon bestolen. Ja, ik ben ook weer bestolen. Hoezo? Ja. We hebben het. Ik krijg het niet meer terug. Ik weet niet waar het is. Ik vind dat je de laatste tijd maar raar bezig bent, Melissa. Helemaal niet raar bezig. Niet? Jij vindt dat je normaal bezig bent? Probeer gewoon dingen te regelen. Je probeert gewoon dingen te regelen, gewoon. Gewoon. Ja. Want wat is nou precies jouw idee met dingen regelen dan? Ik bedoel, kijk, weet je wat ik een beetje naar vind, zeg maar? Kijk, jij zegt dus van, hé, jij moest een gun voor die gang regelen, hè? Dat zeg jij. En want anders zou jij een probleem hebben. Right? Ja. Maar als ik geen gun aan die gang geef, wat heb ik dan? Ja, ook een probleem. Precies. Maar dus? Dat betekent dus dat ik... Dat, stel dat ik nu hier dood zou gaan, dat boeit er dus helemaal niet. Dus waarom ben je hier eigenlijk nog? Snap je nou, wat ik bedoel? Om te vragen waar je was. Omdat we toch alles samen doen. Ja, maar jij zegt nu wel omdat we alles samen doen. Maar jij vindt het helemaal niet erg als ik dood zou gaan. Als ik door die gang word aangepakt. Nee, want anders zou je niet mij bestelen van een kunpart. Right? Om je te helpen. Oh, dat noem jij helpen? Ja.
Ja, ik noem dat niet helpen, ik noem dat meer naaien, weet je. Ik bedoel, ik heb jou veel kansen gegeven volgens mij, right? Ik bedoel, ik heb jou kansen gegeven om in mijn fabriek daar een geldmachine neer te zetten, wietplantage, raket heb je daar zoals opgeslagen. Het is er nu één grote takkenbende, de boer is nog steeds kapot, je probeerde met tank te jatten, je hebt iets met wapens gedaan, de boer is dan nog kapot, het wiet is allemaal weer weg, wat ik allemaal, de operatie staat daar stil, er wordt geen geld gedrukt, helemaal niks. Of wel? Nee, er gebeurt helemaal niks. Nee. Vervolgens nu hier met die wapens wat ik allemaal probeer met te naaien. Hoe lang denk je dat je dit kan blijven doen? Ik bedoel, je maakt er een puinhoop van. Je verdient niks. Ik bedoel, wanneer hou je op? Ja. 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 Nou niet. Laten we die dingen voor jou gaan halen. Kijk, dat bedoel ik dus. Kijk, nu als zolang andere mensen mijn dingen voor je regelen, vind jij het allemaal goed. Zolang jij me weer kan opfokken. Nee. Ik weet niet of jij... Ik zou bijna gewoon denken dat jij een soort van... Voor de CIA werkt of wat ook allemaal. Of een andere geheime dienst. Waardoor jij gewoon ervoor zorgt dat jij de informatie hebt. En volgens de Boer Express opfokt. Waardoor de criminelen niet meer door kunnen. Maar je wel informatie hebt of zo, weet je. Nee joh, zo slim ben ik toch niet. Dat weet je nu toch wel. Nou, dat je kijk maar wat ik allemaal doe. Dat je dom bent, dat weet ik. Dat weet ik. Dat je precies. Dom bent. Nou, dom is eigenlijk nog wel een understatement. Ja. Dus dat... Nee. Zou nu nooit kunnen. Want waar ben jij überhaupt de afgelopen dagen geweest? Want, hè? Ja, maar je bent jou zoeken. Je bent een flink aantal dagen weg geweest. En je denkt na een dag of 5, 6 van... Goh, laat ik nou maar eens naar zijn villa toe gaan om daar te kijken. Waar heb je al een andere tijd gezeten? De andere tijd? Gewoon iedereen in de gaten houden. Kijken of ik ergens die gunpart kon vinden. Iedereen in de gaten houden. Ja, die er ook maar iets mee te maken heeft, ja. Een druk leventje heb je wel. Ja, behoorlijk. Ja, een heel druk leventje heb jij. Nee, goed, ik zou niet eens weten waarom, maar toch ga ik het doen. Ik kan jou best die plek laten zien waar al die gunparts en wat ook allemaal liggen. Daarvoor moet wel een stukje lopen. Maar ik zeg, het is een afgelegen plek. Maar ik kan het je laten zien op zich. Nou, laten we gaan. Nou, wat staat er tegenover? Staat er. Ja, waarom moet je altijd iets hebben? Volgens mij heb jij nog steeds iets wat van mij is. Loop ik gevaar? Ik heb helemaal niks. Ik heb niks. Jij hebt mijn gunparts, waardoor ik in gevaar ben. Jij hebt mijn gunparts, waardoor ik in gevaar ben. Die heb ik hier niet. Ik weet niet waar ze zijn. Dat zeg ik toch. Weet je wat, Melissa? We gaan die kant op. Ik breng je naar die plek toe. Dan kunnen we onze gunparts gaan uitzoeken. Ja, wat we nodig hebben, wat we willen gebruiken. Daarna kunnen we de boel inleveren bij de gang. En dan weet ik... Dat, laat ik zo zeggen. We lossen dit op de manier van... Ik maak dit met je af... En ik denk dat we daarna gewoon moeten stoppen met elkaar te helpen ermee. Ja? Oké. Okay. Dan gaan we nou maar die kant op. Geen gekke dingen alsjeblieft. En dan kunnen we daar dus de guns uit gaan zoeken. Lever de boel in bij de gang. Daarna gaan we allebei onze eigen weg, oké? Okay? Ja. Oké, goed. Volg me dan maar. Dan gaan we nu naar de plek toe. En waag het niet om meekomen. Inderdaad, hier gaan we langs. Ja, ik loop toch. Nee. Hallo. God. Wat, grote mond? Nee, loop nog maar. Weet je, loop jij maar vast naar de vuurtoren toe. Ik zie je zo meteen daar, ja? Jongen. Loop jij maar vast naar de vuurtoren toe. What the fuck? Oké, goed. Wat ik nu ga proberen is het volgende. Ik laat haar dus nu naar die vuurtoren gaan. Op dat moment, als ze daar is, dan ga ik haar natuurlijk naar die grot toe brengen. Dan laat ik haar daar eerst even rondkijken. Ik laat haar de TNT zien. Ik laat haar een beetje die zeecontainers zien. En op het moment dat ik dus de vertrouwen heb en ik ga naar de plek toe leiden, flikker haar gewoon in de gevangenis. En op dat moment, ja... Weet ik het, maar goed, één ding is zeker. Ik laat natuurlijk niet zo met mijn sollen glashard in mijn gezicht liegen. Van, ja nee, ik heb gekeken bij de gang. Houd toch op, man. Houd toch op. Ik weet meer informatie aan die gang. Het is gewoon, dit is duidelijk, mensen. Dit is gewoon puur duidelijk. Ze heeft dit, ze zuigt alles maar uit de duim om zelf er beter voor te worden. En ik weet ook niet wat ze doet, waarom ze doet of wat überhaupt haar verdiensten hieraan zijn. Want wat ik zeg, ze laat overal een bende achter. Mijn fabriek is kapot, ik heb er geen kleding meer, wat ook allemaal... Ik weet niet, wie moedwillig dingen zo hard tegenwerkt, maar één ding is zeker. Een crimineel? Dat is ze zeker niet. Voor nu mensen, allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, klik natuurlijk allemaal lekker dat duimpje omhoog aan. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.